Waarschijnlijk is presenteren niet helemaal jouw ding, en dat is denk ik ook de reden waarom je deze video hebt aangeklikt. Nou, ik ga proberen in deze video jou drie dingen mee te geven waardoor je met minder angst je presentatie kan doen. Of dat nou voor klanten is, of het is voor collega's, of het nou online is, van achter een camera, of het nou vanaf een podium is of vanuit een vergaderruimte. Dat maakt niet uit. Drie aspecten die je vanaf morgen kan toepassen, eh, waardoor je met minder angst gaat presenteren. En laten we beginnen met de eerste, en dat is meteen de belangrijkste, en dat ben jezelf. Um Angst is een. Uh, sommige mensen zeggen angst is een slechte raadgever, maar als je angst ziet als spanning, want dat is het vaak, als je moet presenteren. Het is niet, het is niet, het is niet zozeer angst, maar het is een waanzinnige spanning. Um, dat is niet erg. Sterker nog, topsporters, muzikanten, uh, iedereen die optreedt, die zal zeggen, ik heb die spanning nodig om topprestaties te leveren. Dus ik denk dat het allerbelangrijkste om mee te beginnen is om hier tegen jezelf te zeggen. Uh, het is niet erg om gespannen en om angstig te zijn. Uh, als je een presentatie moet geven. Sterker nog, je kan ermee spelen. Je kan dat tegen je publiek zeggen. Het is helemaal niet erg op het moment dat je gaat presenteren dat je zelf zegt van joh, ik knijp hem behoorlijk. Ik doe dit niet zo vaak. Ik ben super zenuwachtig. Maar ik ga mijn best doen om er uh, een toppresentatie van te maken. Daarmee connect je met je publiek. Sowieso is dat bij emotie het verhaal. Er is één gemene deler bij die presentaties die het heel goed doen. En dat is het gebruik maken van emotie. Of dat nou spanning is, of dat nou humor is, of dat nou boosheid is, of dat nou uh, kwetsbaarheid is, maakt niet uit. Uh, als je emotie gebruikt in je presentatie, dan is de kans heel erg groot dat alleen daarom al jouw presentatie een stuk beter is. Oftewel, deel je spanning, zie het niet als vijand en deel het gerust met je publiek. Het publiek is niet je vijand. En nog één ding over jezelf. Uh, neem jezelf ook serieus. Zeker wij Nederlanders zijn heel goed in het uh, onszelf neerhalen. Wie ben ik nou dat ik zo'n verhaal moet doen? Wie ben ik nou om een presentatie te geven? Ik ben zo enorm niet interessant. Ik denk dat dat soort gedachten voortkomen uit die spanning en uit die onzekerheid. Uh, en dat het wel meevalt. Sterker nog, als het echt zo is. Dan moet je niet gaan presenteren. Maar ik denk dat het wel meevalt. Dus neem jezelf ook serieus en haal jezelf niet neer. Het tweede aspect is, uh, gaat over niet over jezelf, maar over de inhoud. Uh, en als het gaat om de inhoud, wil ik een aantal dingen met jullie delen die van belang zijn en die je morgen kan inzetten. Het Allerbelangrijkste is presenteer over iets dat je gaaf vindt, um, en dat heb je natuurlijk niet altijd voor het zeggen, maar uh, zorg ervoor dat datgene waar jij het over hebt, dat je daar achter staat. Of dat nou een software tool is waar je het over gaat hebben, of het over een klant is waar je over gaat presenteren, of over je eigen carrière waar je over gaat presenteren. Uh, als het maar iets is waar jij uh, wat jij gaaf vindt en waar je enthousiast van wordt, want zodra je ergens enthousiast van wordt, straal je energie uit en positieve energie en enthousiast. Dat zij dat is een goudmijn voor een goede presentatie, uh, dus als het betekent, even het zwarte scenario, dat je in je werk uh, je staat er niet achter en je moet slechte producten presenteren, en dat is de reden waarom jij echt erbij staat als een zoutzak, dan zou ik eerder een andere baan zoeken dan het probleem zoeken bij jouw manier van presenteren. Dus zorg ervoor dat je achter je verhaal staat en dat je over dingen kan presenteren die jij super tof vindt en die je super gaaf vindt, en dan ben je al op de helft. En het tweede aspect, als het gaat om de inhoud uh, van een presentatie, dat is pas op met te veel informatie. Heel veel mensen die zijn heel erg goed in het maken van slides met van alle hand grafieken en cijfers en van alle hand informatie. Ik zeg altijd, die kunnen ook in een whitepaper uh, en in een pdfje en dan geef je die naar de hand. Weet je wat het allerbelangrijkste is om in je inhoud te gebruiken? Verhalen. Verhalen, eh, die doen het heel erg goed. Bijkomend voordeel, het is veel makkelijker. Want in plaats van dat je van allerhand dingen in je hoofd moet stoppen, eh, die je gaat presenteren, eh, met allerhand slides en informatie en cijfers en feiten, kun je gewoon een verhaal gaan vertellen over iets dat je zelf hebt meegemaakt, over wat je zelf is overkomen. Een persoonlijk verhaal kan ook. Dus vertel verhalen in plaats van dat je je, informatie, je presentatie vol stopt met content. Die content, die kan heel makkelijk. In een white paper, in een pdf, -je. sterker nog heb je nog eens een keer de mogelijkheid ook nog om na de hand met iemand contact te hebben na jouw presentatie. Uh, maar dat hoeft niet allemaal in de slides en in je presentatie te komen. Dus dat zijn mijn twee aspecten als het gaat om de inhoud uh, van je presentatie. En het derde aspect uh, is de structuur. Van je verhaal. Um, ik heb in de beschrijving van de video heb ik wat linkjes er naartoe. Wat ik zelf veel gebruik is wat ze ook wel een message map noemen. Uh, de TED Talks maken daar ook veel gebruik van. Misschien wel bekend hè? Die presentaties op die rode stip. Ja. Ik heb het hier ook toegepast. Ik heb deze video ben ik begonnen en ik heb gezegd ik wil Drie aspecten met jullie behandelen. Stel je voor dat ik had gezegd: hoi, van harte welkom en ik wil twaalf aspecten met jou behandelen. Nou, dan word je al, zeg maar van tevoren, word je al moe. Uh, dus de, de, de kracht van drie, uh, die is gewoon heel sterk gebleken. Die message map kan jou heel goed gebruiken om je verhaal te structureren. Als we kijken naar deze video, in feite, dan is eigenlijk het onderwerp: is: ik help jou van je angst af om te presenteren, en daaronder zitten drie Hoofdonderwerpen. Eén, wat kun je zelf doen? Twee, wat kun je doen met behulp van de inhoud? En drie, wat kun je doen als het gaat om de structuur? Dat biedt houvast, ook als je een presentatie aan het maken bent, om er een, een logisch verhaal van te maken. Dus de Titel van je verhaal is als het ware, dat moet in een tweet kunnen passen, daar gaat je verhaal over en daaronder hang je de drie onderwerpen waar langs je je verhaallijn wil houden. Die message map nogmaals, ik heb linkjes in de beschrijving staan. Kijk daar gewoon eens even doorheen en gebruik het, want dat is een waanzinnig goede manier om een presentatie voor jezelf te structureren. Nou, ik hoop dat ik met deze drie uh, aspecten jou een klein beetje heb kunnen helpen. Al haal je er maar één ding uit of je denkt, oh, dat kan ik gebruiken. En daardoor kan ik al met iets meer zelfvertrouwen mijn presentaties doen. Nou, ben ik al blij. Uh, dus ik hoop dat je wat aan deze video hebt gehad. Dankjewel voor het kijken. Abonneer je gerust op CVD-TV. Ik publiceer meer van dit soort uh, video's. Maar er staan ook meer dan duizend interviews met ondernemers op. Dus als ondernemer jouw ding is. Als je ondernemer bent of je vindt ondernemerschap uh, gewoon tof of je wil gaan ondernemen. Uh, abonneer je dan op CVD-TV. Je bent van harte welkom. Dankjewel voor het kijken. Hoi.